bischop Anderlecht. We zijn dus in de abdij van Leffe, waar het bier ontstaan is in 1240. Ik ga Charles Noën ontmoeten, die dus meesterbrouwer is in Leffe. En we gaan proberen goede combinaties te maken voor het ideale aperitief. Oké, Michel, ik heb 3 beren meegebracht voor die aperitief. Ik heb 2 kazen meegebracht en 1 ham. Maar ik zal starten misschien met de blonde. Met de blond. De gist geeft dus heel veel aroma's. Het is een kaas, een triple crèmekaas, witschimmelkaas uit Île-de-France. Het is vooral de zouttoets die hier een meerwaarde geeft aan de kaas. En vooral de romigheid. Mariage parfait. In de Royale hebben we zo gebracht met de gist dat er is minder suiker die blijft in de bier. Een beetje meer complexiteit komt uit. Wat stel je voor? Een Comté de Montagne. Vers gras, veel bloemen, veel kruiden. En dat geeft dus een heel, heel rijke, zeer goede combinatie met het elegante en toch het karakter van de Leffe Royale. Oké, Michel, voor die Leffe bruine. Vol inderdaad karameltoetsen. Ik heb een ham die dus 24 maanden gedroogd is. Geen rook in die ham zelf, maar dat komt iets die perfect klopt met die gerookte karakter van het bier en die niet gerookt van de ham. We spreken over elegantie en elegantie. Ja. Perfect. Dat is perfect.